De komende vijf jaar moeten er in Veghel tien AED's bijkomen. De focus ligt daarbij op de wijken en buurten waar nog veel AED-loze gebieden zijn. En dat stelt Stichting Veghel Hartzeef in haar beleidsplan 2011-2015. Momenteel zijn er in Veghel zo'n 60 openbare AED's. En dat moeten er 70 in 2015 zijn en 80 in 2020. Deze cijfers zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting. Binnen zes minuten moet er een AED bij het slachtoffer kunnen zijn. Vegel staat al in de top 5 wat bezettingsgraad van AED's betreft. En dat wil Hardsafe ook zo houden of zelfs verbeteren. Het streven is dat Vegel over enkele jaren een dekkend AED-netwerk heeft.